Even kijken, wat hebben we? 880. Ja, dan lijkt het daar nog een nieuw seizoen. Blijdschap bij de volleybalsters van Pilpoesch. De ploeg blijft in de Eredivisie. Na een moeizaam seizoen moest er op haar zaterdag gewonnen worden van Donitas uit Groningen met 3-0 of 3-1. Gebeurde dat niet, dan volgde degradatie. Sporthal de Curve in Meil puilde weer eens uit. De apotheose van het seizoen wilde niemand missen. Alle puzzelstukjes vielen zaterdag in elkaar. De 3-meter aanval bleek het beste wapen tegen Donitas. De Groningse kwamen er eenvoudigweg niet aan te pas. De eerste set eindigde in 25-19 in het voordeel van Pilpoesch. In set nummer 2 werd het nog wel spannend. U hoort Jo Giele. Opgevangen door Kim de Wild. Mout Kola rent. En dan niet is het. Ja, nou is het wel goed gezien. Maar de Donitas dames die zijn er ook bij. Gaat de bal achterover via de 3 meterlijn. En dan komt de bal opnieuw met de smijgstoel van Donitas. En dan wordt het via Anata Helle aangeraakt. Dan gaat de bal uit en dan is het 3-0 voor de dames van Donitas. 3-6. De spanning, jongens, is in de hal te voelen. Bij het publiek, maar ook bij de speelsters zien we nog wel dat de spanning er is. En dan is het schitterend door van Anata Helle gestopt, die bal, dit smash. En opnieuw gaat die bal door en dan heeft hij gestopt. Mout Koelen. En dan is het opnieuw. Ja. Looney wist dat hij de bal wel stopt, maar de bal gaat over de zielijn. En toch een puntje in hoofd voor de dames van Donitas. Pilpoesch komt verder op achterstand en bij een 8-13 vraagt coach Johan Leenders een time-out aan. Wat er gaat gebeuren. Hij gaat de bal druiven, hij gaat druiven. En het niet opgepakt. Kim de Wild komt erachter de smash. En het niet is het Van Veen. Ja, maar nu in. En gelukkig maken we hier de aansloestreffer naar die 23-22 toe. Dat moet ook wel. Want dit zijn toch momenten voor het MG. Dit zijn de momenten dat ze punten moest maken. En dan gaat Looney Wissink gaat serveren hier achter mij. Komt de bal. Je moet u van net. Gaat u van net. Wil opgevangen. Ik heb de setup toch, ik heb de smash er ook. Je komt er, maar Kim de Wilde is door. En Mout Koning is door. En Laura de Jong is door. En dan is het opnieuw heel iets anders. Wat gebeurt er? En dan is het. Nee, dan is het de scheidsrechter. Gewoon doorspelen. En opnieuw de Jong. En dan is het wel punt. Ja, ja. Laura de Jong scoort het punt. 23-23. Nu krijg je de dame van Donitas de kans. Is het blok door? Het blok is door, want Kim de Wilde is door. En dan komt de 3 meter smash er. En dan is het opnieuw geen bal uit. 26-25. En opnieuw is het setpunt. Eén goed blok en dan kieken we. Springenmoes aangeraakt. Komt de bal opnieuw. Mout Koolen met de setup. En dan is het De Jong. En dan is het de bal gaat erover. En dan niet. Kuppen hier. Mout zit op. Achterheer. En dan is het opnieuw. Ze raakt. 2-0. Kijk eens wat er gebeurt. Kijk eens wat er bij die spulsels en bij die reserve spulsels en bij Johan Leenders loskomt. In de derde set komt de winst nooit meer in gevaar. Donitas is gekraakt. Komt de bal, opgevangen. Laura de Jong. En dan is het aan het dragen. Ja, kijk eens, de vuus. Het is niet om te schuiven. Was de zuus. Wie gespannen dat die zien. 22. Jongens, wat gaat hier gebeuren? 22 naar 3 punten en Pilpoesch blijft Eredivisie, ook in het 9e jaar. Gaat opnieuw Brechtje van de Heuvel serveren, de nummer 5 in de ploeg gekomen. Komt de bal over het net, wordt gepakt door, die goed gepakt. Setup is daar, moet geplaatst worden. Zeer goed toch van Brechtje van de Heuvel. Opnieuw de setup, achterover en dan gaat de bal uit. En dan is het punt voor Pilpoesch. En dan zeg ik, hey, blijft Pilpoesch in de Eredivisie. Opzetten, Brechtje van Heuvel, achterover. Ja, 24. Nicky van Veen, de Benjamin. En dan is het set en matchpunt. Gaat de bal goed heen komen. Opgevangen bij Donitas. Drie meter, Laura de Jong.
Links ik een trucuur en dan ja! En dan blijft Pil Push Eredivisie. Pil Push speelt tot een zegen op Donitas ook volgend jaar in de Eredivisie. Tot grote opluchting van de Meijelse ploeg en haar fans. Eerst zetten ze toch wel even weer die flow vinden dan. Maar dat ging eigenlijk vrij snel goed. En het liep echt lekker, ja. We begonnen heel goed, gelukkig. De tweede set was kantje boord, maar gelukkig we zaten net aan een goede kant. Ja, en de derde set, dat was genieten. Alles lukte en we hebben zo'n dingetje wel goed omver geknald, je derde set. Gewoon blijven knokken. We zijn steeds blijven klokken en we organiseerden het gewoon steeds beter in het veld. En we haalden gewoon steeds meer ballen van de grond. En eigenlijk dat we achter stonden, dat was alleen nog maar meer dat we nog dat tandje extra moesten zetten. Het is terecht dat wij in de degradatiepool hebben gespeeld. En gelukkig hebben we het kunnen redden. Maar het klopt wel. We zijn ook tweede van onder. En als ik dat vergelijk met andere teams, dan klopt het ook wel. Maar ook dat we niet laatst zijn, klopt. Hè. Volgend seizoen wordt het 9e seizoen voor Pil Push in de Eredivisie. Wat rest is een groot feest. Hij doet het weer, ik dacht al Henk.